Heel goede avond. In heel Vlaanderen wordt morgen veel verkeershinder verwacht door een betoging van boeren tegen het stikstofdossier. Ik verwacht een beeld van veel landbouwers, van veel tractoren, van een grote groep die opkomt voor hun rechten, want het zit wel hoog. Mensen die werken moeten netto €800 per jaar meer overhouden. Dat staat in het nieuwe fiscale plan van minister Van Petegem. In Griekenland zijn nu al 57 doden geteld na de treinramp. De woede bij de bevolking is groot. En sinds vandaag zijn er ook in de stations en op het perron al ticketcontroles. Een maatregel om agressie tegen treinpersoneel tegen te gaan. Welkom. Vanuit heel Vlaanderen zullen morgen tractoren naar Brussel rijden om te protesteren tegen het stikstofakkoord dat op tafel ligt van de Vlaamse regering. Er worden al zeker minstens 1500 tractoren verwacht. En die zullen in kolonnen vanuit alle Vlaamse provincies naar de hoofdstad komen via de gewestwegen. De actie kan verkeershinder veroorzaken op verschillende belangrijke verkeersassen in Vlaanderen. De tractoren vertrekken rond 6 uur 's morgens en worden rond 10 uur in Brussel verwacht. U komt dus best morgen niet met de wagen naar Brussel. Aangezien ze met veel gaan zijn, zal dat zeker en vast veel verkeershinder meebrengen. En wij gaan al sowieso om 10 uur een aantal tunnels afsluiten. Dus te zeggen de Reijerstunnel, de Jubelparktunnel en Annie Cordy-tunnel richting Zuid. Dus dat zijn zaken die sowieso al worden afgesloten. De Havenlaan natuurlijk ook, omdat daar de verzameling gebeurt. En dan mag u zeker u eraan verwachten dat de Kleine Ring ook zal afgesloten worden. Want het zijn toch veel deelnemers. En het is onmogelijk om daartussen gewoon verkeer te laten rijden. U hoort het. De kans is zeer groot dat de landbouwactie morgen een grote impact zal hebben op het verkeer in en rond de hoofdstad. De boeren willen hun stem laten horen over een aantal dossiers die op de tafel van de overheid liggen. Het vergunningsbeleid, stikstof, mestverwerking, om er maar enkele te noemen. Het ongenoegen is groot. Geert heeft zijn tractor vanmiddag helemaal gepoetst voor de lange rit van Moorsleden in West-Vlaanderen naar Brussel. Hij is bijna 40 jaar landbouwer en hij gaat voor het eerst in zijn carrière met de tractor naar de hoofdstad. Om 6 uur dart gaan wij hier in Roeselare, voor dan om 7 uur op de ring van Roeselare, waar dat wij dan wachten totdat de collega's van Ieper en Popering afkomen. Dan gaat het in een lang konvooi via de gewestwegen naar centrum Brussel, een rit van vele uren. Om duidelijk te maken dat het niet makkelijk is om vandaag de dag landbouwer te zijn. Zorgen over vergunningen, mest, stikstof en nog meer overheersen, terwijl Geert gewoon wil boeren. Ik vind eigenlijk dat dat onze plicht is voor onze goede grond hier te gebruiken, maar wel op een zo goed mogelijke manier. Maar nu wil men van België en Nederland blijkbaar alleen maar natuur, maar dat is mijn idee. En ook de manier waarop dat wij moeten kunnen boeren. Allee, alles wordt ons eigenlijk heel moeilijk gemaakt. Ook Lies trekt morgen richting de hoofdstad. Ze ziet het politieke spel van de voorbije dagen en weken met ledenogen aan. Heeft dat allemaal zin om elkaar zwart te maken? Nee, je moet samenwerken en moet er samen uit geraken. En dat willen wij graag hebben, dat de politiek er samen uit geraakt. Want het is maar zo dat wij hopen om zekerheid te krijgen van wat mogen wij, wat kunnen wij morgen nog doen. Wie morgen echt in Brussel moet zijn, zal bijna zeker hinder ondervinden. Maar, zegt Lies, we voeren ook actie voor de burgers. Weet, beste mensen, we doen het eigenlijk voor jullie. Want als wij niet meer kunnen onze akkers bewerken en onze dieren houden, weet dat er op jullie bord ook geen voedsel meer terechtkomt. En morgen zal de Vlaamse regering nog een nieuwe poging ondernemen om het eens te raken over maatregelen om de stikstofuitstoot in Vlaanderen drastisch te verlagen. Minister-president Jan Jambon wil na afloop van de vergadering ook met een akkoord komen. De vraag is of het ook zal lukken om die deadline te halen. En in Nederland woedt de hele stikstofdiscussie al veel langer. Nederland heeft al jaren eigen maatregelen tegen stikstofuitstoot. Maar die hebben te weinig effect gehad, zo blijkt nu uit een nieuw rapport. De provincie Noord-Brabant, net over de grens, heeft daarom drastische beslissing genomen en een nieuwe vergunningsstop uitgevaardigd.
Grotere bouwprojecten, zoals bijvoorbeeld wegenbouw of nieuwbouwprojecten binnen een straal van 25 kilometer van een natuurgebied, zullen niet langer een vergunning kunnen krijgen. En in Noord-Brabant zijn er veel natuurgebieden. Dat betekent dat er voorlopig dus weinig nieuwe projecten zullen kunnen doorgaan. Dit is een nieuwbouwproject in het centrum van Tilburg, een stad in Noord-Brabant. In Tilburg is er, zoals in heel Nederland, veel vraag naar nieuwe woningen. Maar nieuwe projecten gaan voorlopig niet door. Wij hebben moeten besluiten als College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, op basis van de natuurdoelanalyses, dat wij tot een tijdelijke stop moeten overgaan voor vergunningen die netto een uitstotend effect hebben op onze natuur. Want nauwelijks 6 kilometer uit het centrum is er dit natuurgebied. Er zijn er 20 in Noord-Brabant. En volgens een nieuw rapport is er niet genoeg biodiversiteit. Helaas is het zo dat dit de nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn. Die laten een verslechtering zien van de beschermde natuurgebieden in Noord-Brabant. Op basis van die 15 natuurdoelanalyses moeten we helaas nu tijdelijk tot deze vergunningenstop besluiten. Onze grootste frustratie is dat je over de hele linie, dat je eigenlijk met een kanon op een mug schiet. Wij snappen dat je iets doet aan de stikstofuitstoot, aan de stikstofdepositie, dat je die wil terugbrengen. Dat vinden wij misschien ook wel, dat vinden wij ook wenselijk. Maar wij snappen niet dat je daarmee elk bouwproject nu on hold zet. Hier stond bijvoorbeeld een oude textielfabriek. Het terrein is gesaneerd en wordt een woonwijk. Bedrijven passen hun infrastructuur ook volop aan om groener te worden. Alles is aan het veranderen in deze samenleving. Alles moet sneller, groener, duurzamer, menswaardiger. En dat kan ook, maar dan moet je kunnen bewegen. En wat je nu doet is elke beweging uit de maatschappij halen. Dodelijk. Maar de wandelaars steunen hun heide. Ik denk dat ze achter de feiten aangelopen zijn met de organisaties. Vindt u het belangrijk nu dat er ingrepen zijn voor de natuur? Dat had eerder gemoeten, zeker. Maar ja, wij kunnen dat wel willen, maar als Hoogrand er niks mee doet, houdt het op. De vergunningstop is tijdelijk. De provincie werkt aan een nieuw maatregelpakket om het stikstof snel te beperken. Meer nettoloon, maar mogelijk ook wel een duurdere winkelkar. Dat is in een notendop hoe federaal minister van Financiën Van Petegem de belastingen in ons land wil hervormen. Van Petegem legt een belastingverlaging van 6 miljard euro op tafel, gespreid over 3 jaar. Of het zover komt, is nog maar de vraag. De regering moet het plan nog bespreken. Op groente en fruit betalen we nu 6% BTW. Dat moet voor minister Van Petegem 0% worden. Net zoals voor bijvoorbeeld geneesmiddelen of luiers. Voor vlees, vis of melk zou de BTW van 6 naar 9% gaan. De winkelkar kan dus duurder worden. We gaan die harmonisering gaan doen van het BTW-tarief. Maar terzelfde tijd natuurlijk zorgen we ook voor veel extra netto voor de mensen. Wie werkt, ja, die krijgt minimum 835 euro per jaar bij. Daar wil de minister voor zorgen door het deel van het loon waar we geen belastingen op betalen op te trekken van 10.160 euro naar 13.500 euro. Daarnaast moeten belastingbetalers ook minder snel in de hoogste belastingschijf terechtkomen. We moeten ook het fiscale systeem moderner gaan maken. We moeten het ook zorgen dat het eenvoudiger wordt. Om die reden bijvoorbeeld dat we het verschil tussen alleenstaanden en gehuwden, dat we dat gaan wegwerken zoveel als mogelijk door de huwelijkscociënten te gaan uitoven. Naast een meer eenvoudige belastingbrief wil Van Petegem een minimumbelasting voor multinationals en een verdubbeling van de effectentax. Aan de salariswagens of huurinkomsten raakt die niet. De hervorming zou de begroting niets hoeven te kosten. Ons plan heeft als doelstelling om meer mensen aan het werk te gaan krijgen. Ja, als je onze tewerkstellingsgraad gaat doen stijgen, dan zal dat ook zorgen voor extra inkomsten. Al moeten zeker in Brussel en Wallonië daarvoor nog heel veel mensen extra aan de slag. Van Petegem wil de hervormingen vanaf nieuwjaar invoeren, maar eerst nog de rest van de regering overtuigen. Bij de regeringspartijen zijn de reacties op de voorstellen van minister Van Petegem gemengd. Dat bleek vanmiddag in het federaal parlement. Voor de Vlaamse socialisten gaat het plan in de goede richting, maar mag het ook wel meer ambitie tonen. En ook voor de Groenen is het plan een goede basis om de discussie over een belastinghervorming op te starten. Bij de Liberalen tot slot is vooral de Franstalige MR kritisch. En dat terwijl premier De Croo, een Vlaamse liberaal, het lof heeft voor de voorstellen van Van Petegem.
Heeft iets gemaakt waar er een visie in zit en dat samenhangend is. En als het van mij afhangt en op basis van alles wat ik gehoord heb binnen de regering tot nu toe, gaan wij daarmee aan de slag vanaf morgen. On veut lier la réforme fiscale à une réforme du marché du travail et des pensions. Pourquoi? Parce qu'on doit augmenter le nombre de gens qui travaillent si on veut baisser la fiscalité. Nous, on veut baisser la fiscalité, on ne veut pas qu'un shift. Et le deuxième élément, c'est qu'on a un problème effectivement dans le plan sur certaines augmentations de taxes, comme la taxe compte titre, mais surtout, l'élément le plus important, c'est l'augmentation du CADI. We blijven in het parlement, want daar is ook gedebatteerd over de vergoedingen die twee oud-Kamervoorzitters krijgen bovenop hun pensioen. De regeling over dat extra geld voor Siegfried Bracke van N-VA en Herman de Croo van Open VLD kwam gisteren aan het licht. En veel politici reageerden verbaasd en ook verrast. Maar volgens de radicaal-linkse oppositiepartij PvdA wisten alle partijen in het parlement dat het systeem bestond. Het is een regeling die eind jaren 90 al in de Kamer werd gemaakt, maar pas gisteren veel stof deed opwaaien. De manier waarop twee oud-Kamervoorzitters en acht topambtenaren hun pensioen krijgen. Normaal is dat bedrag beperkt tot zo'n €7.800 bruto per maand. Maar dat wettelijk plafond is omzeild met een extra vergoeding tot duizenden euro's per maand. Voor politieke vernieuwing, daar heeft iedereen de mond over vol. Maar ondertussen zijn het vooral de zakken die gevuld worden. Ik heb de indruk gehad deze week dat wij allemaal collectief verbijsterd en verbaasd waren over hetgeen aan het licht is gekomen. Hoezo verbaasd, vraagt PvdA. Die bedragen staan gewoon in de begroting. Iedereen kon dat zien en weten. Collega's, stop alsjeblieft met liegen. Even voorlezen. Vergoeding aan gewezen voorzitters en weduwen. Ha. Wat kan er nu duidelijker zijn als naam van het artikel? En op dat artikel heeft mijn collega Marco Van Ees in december 2021 een amendement ingediend. Laat ons gewoon dat artikel schrappen. Maar dat is weggestemd. Ook de Kamervoorzitter wist volgens PvdA van de regeling af. Dat het toen geen probleem was, waarom nu wel? Ja, kunt u in het Frans, want ik moet nu in de plenaire... Toch, waarom is het nu wel een probleem wat 2 jaar geleden geen probleem was? Ja, het probleem komt van de ambtenaren-generaal. Ik zeg het nog eenmaal. Het probleem is dat het onwettelijk is, dat het illegaal is voor de ambtenaren. En dat is het probleem. Maar dus niet per definitie voor de oud-Kamervoorzitters. Al is de regeling voor iedereen intussen stopgezet. In een café of zo, hè, dan is het altijd cash, maar in de supermarkt is het meestal met de kaart. Hè. Ja, cash of contant geld, we betalen er alsmaar minder mee. Vorig jaar werden nog maar 45% van de betalingen cash gedaan. Hier en daar zijn er nu ook winkels, restaurants en cafés waar cashgeld zelfs niet meer aanvaard wordt. Toch bestaat er een Europese wet die zegt dat het een wettelijk betaalmiddel is en dat een handelaar cashgeld moet aanvaarden. Ja, je hebt dat dus wel in hoe noemen we dat, de vleeshal. Daar kun je dus niet cash betalen. Ja, ja. Ja, dat klopt. Ja. Dus, blijkbaar hangt er op de deur als je binnenkomt, no cash. Even surfen naar de website van de vleeshallen en inderdaad, daar staat het no cash all fun. In de vleeshallen kun je enkel met de kaart of met de bankcontact-app betalen. Op die manier zorgen we voor een snellere service en is er geen gedoe met wisselgeld. Bij het verder rondkijken in Mechelen vinden we nog een restaurant waar duidelijk aangegeven is dat er geen cash aanvaard wordt. Het is niet omdat je een affiche op de deur hangt dat je als handelaar cashgeld mag weigeren. Wat hij wel kan doen, is een affiche ophangen met de wettelijke uitzonderingen waar je kan zien in deze gevallen mag hij wel cashgeld weigeren. Alhoewel alsmaar meer betalingen met bankkaart of gsm gebeuren, blijft cashgeld nog steeds een wettelijk betaalmiddel en mag dus niet geweigerd worden volgens een Europese wet. Heel wat mensen betalen trouwens ook nog graag contant. Altijd eigenlijk. Met Want cash? Ik heb geen bankkaart, nog niet. Oké, en hoe zit het met jullie? Ik vind dat makkelijker omdat ik nog niet zo lang met mijn bankkaart werk, dus ik betaal wel vaker met cash. Er zijn altijd mensen die daar nog, oude mensen die daar nog niet mee zijn, onder met dat betaalsysteem met de kaart. Ik betaal meestal met kaart, maar ik heb altijd wel cashgeld bij. En waarom hebt u dat dan nog bij? Ja, voor in geval. In enkele gevallen mag de handelaar wel cashbetalingen weigeren.
Er zijn een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je een bedrag met meer dan 50 muntstukken wil betalen, als het bedrag hoger is dan 3000 euro, of als je bijvoorbeeld met een briefje van 100 euro één pistolet bij de bakker zou willen kopen. Je kunt er een beetje ruzie gaan maken, maar als je goesting hebt voor een goede frisse pint, dan betaal ik die rap met mij. Met mijn gsm of met mijn kaartje. De stad Gent wil vanaf volgend jaar de toeristenbelasting verhogen. En dan vooral voor mensen die in een vakantiehuis of appartement overnachten. Daar zal je dubbel zoveel tax moeten betalen als voor een nacht op hotel bijvoorbeeld. De stad wil zodat er minder gewone woningen op de toeristenmarkt belanden. Het is zeker nog geen hoogseizoen vandaag, maar de voorjaarszon brengt het toerisme toch al wat op gang in Gent. De stad heeft de voorbije jaren enorm aan populariteit gewonnen. We weten van het begin van de legislatuur dat zonder corona en zonder bijkomende maatregelen het aantal overnachtingen in onze stad zou verdubbeld zijn op het einde van de legislatuur. En dus als we willen zorgen dat Gent een leefbare stad blijft, is het ook belangrijk dat we de stijging van de druk, van de toeristische druk, ook onder controle kunnen houden. En vandaar dat we daar ook stap voor stap mee aan de slag gaan. Onder meer door de toeristentax te verhogen, vooral voor overnachtingen in appartementen en vakantiewoningen. Officieel zijn er 286 geregistreerd in de stad, maar op platformen zoals Airbnb vindt je er zeker dubbel zoveel. De hotels waren vragen de partij om een wildgroei aan kamers aan te pakken. Iedereen weet dat ze in een schemerige zone werken, een grijze zone. Ja, dat heeft maar één middel waarschijnlijk, hè, dat ze de inkomsten die ze uit verhuur halen ook niet aangeven. Ook dat is een van de redenen waarom we er nu voor kiezen om die tax hoger te zetten dan de B&B's en van de hotels. Maar ook inderdaad de impact van vakantiewoningen op onze stad ondergraaft ook de leefbaarheid van onze stad en dus ook van de betaalbaarheid en de kwaliteit van woningen. En nog, niet onbelangrijk ook, de hogere toeristenbelasting moet de stad 1 miljoen euro extra inkomsten per jaar opleveren. En ook andere steden nemen maatregelen om de privéverhuur in te perken. Maar met de nieuwe tarieven krijgt Gent wel de hoogste tax voor vakantiewoningen van heel Vlaanderen. 6 euro per nacht. Enkel Oostende komt in de buurt. Daar betalen toeristen 5 euro voor een nacht. Straks gaan we nog naar het zuiden van Chili. Op het Paaseiland is een nieuwe moai ontdekt. Zulke standbeelden maken het Paaseiland wereldberoemd. Waar het nieuwe beeld juist gevonden is, dat is voor straks. Nu eerst nieuws voor wie met de trein reist of pendelt. Mogelijk zal je je vervoersbewijs alles moeten laten zien voor je de trein opstapt. De NMBS zal daar sterker op inzetten en ze doet dat om de veiligheid op de trein zelf te verhogen. Discussies over tickets zijn dan ook de belangrijkste oorzaak van agressie tegen het treinpersoneel. Agenten van Securail, dat is de veiligheidsdienst van de NMBS, zullen nu elke dag tientallen willekeurige ticketcontroles houden in de stations. J'ai vu aussi cette année moi-même des agressions sur le personnel qui vient contrôler les tickets de transport quand il y a certaines personnes qui n'en ont pas acheté ou quoi au préalable. Et c'est vrai que ça devient un problème, je pense, assez récurrent. Als zelfs de reizigers zien dat de agressie tegen het treinpersoneel een groot probleem wordt, dan is er iets mis. En daarom neemt de NMBS nieuwe maatregelen. Voortaan komen er willekeurige ticketcontroles in de stations, nog voor je als reiziger de trein opstapt. Die kunnen op eender welk moment van de dag in eender welk station plaatsvinden. Reizigers zonder ticket die krijgen daarbij geen toegang tot de trein en zullen er eerst een ticketje moeten kopen. En op die manier willen we de reizigers er eigenlijk aan herinneren dat ze een treinticket moeten hebben voor ze op de trein stappen. En het is ook een belangrijke maatregel tegen de agressies. Hiermee wil de NMBS dus discussies op de trein vermijden tussen treinbegeleiders en reizigers zonder ticket. Het is zo dat de belangrijkste oorzaak van agressie tegen het treinpersoneel dat discussies zijn met reizigers zonder een geldig treinticket. De helft van al die agressies wordt daardoor veroorzaakt. Wel, op deze manier houden we die discussies uit de trein, want reizigers zonder een treinticket die zullen niet meer kunnen opstappen op de trein als zo'n controle plaatsvindt. Vorig jaar waren er maar liefst 1900 meldingen van agressie tegen het treinpersoneel. Er kwam al een campagne met affiches en nu dus ook ticketcontroles. En dat is misschien even wennen. Ik heb mij nog niet onveilig gevoeld, maar ik voel me wel onveilig als ze mijn ticket controleren. Beneden, hè? Vindt u niet leuk?
Nee. Die mensen die doen hun werk en dat moet in veiligheid kunnen gebeuren. Dus ik vind dat echt een grotere prioriteit hebben. Dus voor mij is het geen probleem als ik gecontroleerd word aan het begin. Om al die controles uit te voeren werft de NMBS dit jaar nog 150 nieuwe veiligheidsagenten aan. Geneviève Lhermitte, de vrouw die in 2007 haar 5 kinderen vermoordde, heeft eergisteren euthanasie laten uitvoeren. Ze was 56. Ze had de euthanasie gevraagd op basis van ondraaglijk psychisch lijden. Lhermitte werd in 2008 veroordeeld tot levenslang. In 2019 mocht ze de gevangenis van Vorst verlaten en sindsdien verbleef ze in een psychiatrisch centrum. In een ziekenhuis in Charleroi vroeg en kreeg ze euthanasie. Geneviève Lhermitte op de allereerste dag van haar assiseproces. Iedereen kent haar op dat moment als de radeloze moeder die haar 5 kinderen heeft gedood. De beelden waarop te zien is hoe de lichamen 1 voor 1 naar buiten worden gedragen, choqueren het hele land. Het is Lhermitte zelf die de politie belt vanuit haar woning in Nijvel. Ik heb iets vreselijks gedaan. Ik heb mijn kinderen vermoord. Ik wou zelfmoord plegen, maar het lukt niet. Ik wil sterven. Zelfs de speurders zijn onder de indruk van de gruwel die ze binnen aantreffen. 5 kinderen tussen 3 en 14 jaar oud zijn de keel overgesneden met een slagersmes. De vader is ontroostbaar, maar blijft vertrouwen in zijn vrouw. Mes enfants sont toujours, ils sont pas encore enterrés. Moi je vous demande à tout le monde de me laisser la paix, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Op de vraag waarom haar kinderen dood moesten, wijst ze zowel naar haar man als naar dokter Skaar, een huisvriend die bij hen inwoont en alles betaalt. De huisvrouw is naar eigen zeggen uitgeput. Op de reconstructie toont ze de speurders hoe ze tussen elke moord haar gezicht, haar handen en het moordwapen wast. Elle va dire, j'ai senti que la machine était en route. Et à partir de ce moment-là, on a le sentiment qu'elle ne maîtrise plus la situation, qu'elle n'est plus elle-même, que c'est plus la Geneviève que l'on connaît qui agit. Et elle va effectivement tuer ses enfants. Op het proces vragen haar advocaten om haar te interneren. De vrouw is volgens hen zwaar depressief en ontoerekeningsvatbaar. Maar de jury volgt niet en ook de straf is zwaar. Condamne l'ermite Geneviève à la réclusion à perpétuité. Enkele dagen geleden, op 28 februari, dag op dag 16 jaar na de dood van haar kinderen, krijgt l'ermite euthanasie voor ondraaglijk psychisch lijden. Dat mensen euthanasie krijgen in ons land voor ondraaglijk psychisch lijden komt niet zo vaak voor. Er zijn strenge voorwaarden aan verbonden. Zo moet je, anders dan bij fysiek lijden, 3 artsen raadplegen, onder wie 1 psychiater. Moet het lijden ook ongeneeslijk en ondraaglijk zijn? En moet de patiënt wilsbekwaam zijn, met andere woorden, de vraag zelfstandig kunnen stellen? Van de bijna 3000 euthanasieën in ons land in 2022 waren er amper 26 voor psychisch lijden. Grote zorgen dan bij de buurtbewoners die op de grens van West- en Oost-Vlaanderen wonen. Meer bepaald in Zulte, Kruisum en Waregem. Want daar zijn te hoge PFAS-waarden gemeten op de plaats waar vroeger een stort was. Het is niet duidelijk of er ook te veel PFAS in hun grondwater zit. Afvalstoffenmaatschappij OVAM laat het onderzoeken. Tegen de zomer moeten de resultaten bekend zijn. Maar actiegroep Klimactie wil zo lang niet wachten en vraagt dat de site nu al grondig gesaneerd wordt. En zo dadelijk om 19:30 is er ook een informatievergadering voor de buurtbewoners. Hier was vroeger een oud stort tot eind de jaren 80. En storten in die tijd, dat ken je, daar zat van alles in. Hè? Asbest, chemisch afval, huishoudelijk afval, iedereen kwam hier gewoon storten. En zo lag de site er jaren bij, tot hier dus vorig jaar gebouwd werd en er een betonnen plaat boven het oude stort kwam. De gemeente gaf een gunstig advies voor de bouwplannen, net als afvalstoffenmaatschappij OVAM. Daar een betonplaat opleggen neemt eerdere vervuiling niet weg, hè? Nee, die blijft aanwezig. Maar weet, een stort of vervuiling in het algemeen corrigeert ook zichzelf. Maar er werden nog 2 maatregelen bij opgelegd. Dus er moet een gasextractieinstallatie aanwezig zijn, die is er ook. En er moet een monitoring blijven gedurende 10 jaar van het grondwater. Pas later zijn ook hoge PFAS-waarden gemeten, tot 17 keer boven de norm. OVAM laat onderzoeken wat de gevolgen kunnen zijn voor buurtbewoners. Die schuwen onze camera, maar zijn bezorgd en klopten aan bij klimaatbeweging Klimactie. We zitten eigenlijk met een aantal onbekende risico's, waarvan wij vinden, als je nu nog moet wachten
tot deze zomer om in te schatten wat de gezondheidsrisico's voor de mensen zijn, dan ben je veel te laat, want je kan nu al een sanering opleggen. En niet enkel hier trouwens. Volgens de klimaatbeweging zitten er nog veel geheimen in de grond. Ondertussen merken wij dat er meer en meer plaatsen zijn in Vlaanderen waar dat, de emmer overloopt en niet met kleine waarden, maar echt wel grensoverschrijdende hoeveelheden. Wat wij recent ontdekken is dat die gelinkt is aan de textielindustrie, ook het waterdicht maken van kledij en dat soort van dingen. Dus dan moeten we in al die oude industriesteden gaan kijken hoe het zit. En nu blijkbaar ook gelinkt is aan stortplaatsen. Een boze Griekse student vraagt opheldering over de zware treinramp van dinsdagavond in Griekenland. De stationschef van Larissa erkent dat hij een fout heeft gemaakt, maar betwist dat hij daar alleen verantwoordelijk voor is. En onder meer de vakbonden wijzen naar de slechte toestand van het Griekse spoorwegennet en daarom houden ze een 24-uren staking. Intussen is het aantal dodelijke slachtoffers al opgelopen tot 57. Heel de dag waren reddingswerkers in de weer met het bergen van lichamen. De hoop om nog overlevenden te vinden is vervlogen. In de eerste twee wagons brak brand uit met temperaturen tot 1300 graden. Reddingswerkers takelen de uitgebrande en totaal verhakkelde wrakstukken op zoek naar vermisten. Deze stigme, νομίζω, είναι πλέον τώρα που αντί να σώζουμε ζωές, πρέπει να απεγκλωβίζουμε σωρούς. Δεν είναι κάτι που μας αρέσει, δεν είναι κάτι που το θέλουμε και είναι κάτι που μένει πάντα χαραγμένο στο μυαλό μας όσο και αν προσπαθούμε να το αποβάλουμε. Bij het ziekenhuis van Larissa is het vertwijfeld wachten op nieuws. In de passagierstrein zaten zo'n 350 mensen, vooral studenten die naar de universiteit terugkeerden na de feestdagen. Constantinos heeft geen nieuws van drie vrienden. Δεν μπορώ σ' άλλο πιστεύω. Δηλαδή και εμένα κατευθείαν το μυαλό μου πήγε στο ότι απλά να έρθω να στηρίξω ένας τον άλλον. Αυτό. Δεν... Τίποτα. Είμαστε στην αναμονή και είναι ψυχοφόρο. Σε τρώει. Και εγώ δεν είμαι καν συγγενής. Δηλαδή φίλοι μου, πολύ καλοί μου φίλοι φυσικά, αλλά απλά σε τρώει μέσα τώρα. Bewakingscamera's registreerden het moment van de botsing. De goederentrein en passagierstrein reden kilometers lang op hetzelfde spoor. De stationschef van Larissa is opgepakt, maar de verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij hem, zegt zijn advocaat. Ik heb een λάθη στο μερίδιο της ευθύνης αυτή του αναλογή, στα πλαίσια της ευθύνης που έπρεπε να έχει και έχει. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που προς το παρόν μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν πρέπει να επικεντρώνουμε στο δέντρο, ενώ πίσω από αυτό υπάρχει ολόκληρο δάσος. Dat vinden deze betogers en de vakbonden ook. De spoorwegen hebben te weinig geïnvesteerd in moderne veiligheidssystemen, zo klinkt de kritiek. Gisteravond eindigde protest in Athene op rellen met de politie, maar hier zouden geen gewonden zijn gevallen. Niemand is opgepakt. En dan naar Iran, waar al dagenlang gevallen van vergiftiging gemeld worden op meisjesscholen. Honderden meisjes zouden intussen getroffen zijn. Ze hebben last van onder meer misselijkheid en ademhalingsproblemen. Oorzaak is een onbekende gasgeur die plots in de klas opduikt. De Iraanse overheid belooft de zaak te onderzoeken. Op sociale media in Iran circuleren al dagen beelden van hulpdiensten. Ze staan aan meisjesscholen. In verschillende steden van het land komen er berichten van schoolmeisjes die vergiftigd zijn. En ook de staatsmedia tonen intussen de beelden en laten slachtoffers even aan het woord. Zo'n 400 schoolmeisjes uit verschillende hoeken van Iran zouden intussen getroffen zijn. Van hen liggen er tientallen in het ziekenhuis. De berichten over vergiftiging duiken al sinds begin november op, maar pas nu komt de reactie van de overheid. Wie achter de gasaanvallen zit, blijft onduidelijk. Eén scenario is dat autoriteiten zelf hierachter zitten, als het ware om wraak te nemen op de scholieren die aan de protesten hebben meegedaan.
Een ander scenario is natuurlijk dat er individuele ultraconservatieven op eigen houtje handelen. Een derde scenario zou kunnen zijn dat het veiligheidsapparaat en met links, met de overheid, betrokken zijn. Heel wat schoolmeisjes doen al maanden mee aan de protesten tegen het regime en de religieuze elite in Iran. Of ze effectief nu door het regime geviseerd worden, moet nog blijken. De Iraanse regering blijft alle betrokkenheid ontkennen en belooft onderzoek. De Amerikaanse en Russische minister van Buitenlandse Zaken hebben elkaar voor het eerst ontmoet sinds de Russische inval in Oekraïne vorig jaar. Ze spraken elkaar kort, buiten het beeld van de televisiecamera's, in de marge van de G20-top in India. Rusland gaf geen commentaar, de Amerikaanse minister Blinken wel, en hij had een boodschap voor de Russische president Poetin. End this war of aggression. Engage in meaningful diplomacy that can produce a just and durable peace. President Zelensky has put forward a 10-point plan for a just and durable peace. The United States stand ready to support Ukraine through diplomacy to end the war on this basis. In Denemarken is de sokkel van het standbeeld van de kleine zeemeermin beschilderd in de kleuren van de Russische vlag. Mogelijk een steunbetuiging voor Moskou. De politie spreekt van vandalisme. De zeemeermin is het symbool van Kopenhagen. Ze beeldt een sprookjesfiguur uit van schrijver Hans Christian Andersen. In Argentinië en Zuid-Amerika hebben 20 miljoen mensen urenlang zonder elektriciteit gezeten. Dat is bijna de helft van de bevolking. Oorzaak van de stroomonderbreking was een brand bij een hoogspanningslijn in het centrum van het land. Onder andere de hoofdstad Buenos Aires viel zonder stroom. En ook in Californië zitten meer dan 100.000 mensen zonder stroom. Door sneeuwstormen zijn in het westen van de VS dan ook records aan sneeuw gevallen. Op sommige plaatsen is het sneeuwtapijt ruim 4 meter dik. Delen van het wegennet zijn er ook afgesloten. De kust van Normandië krijgt meer en meer te maken met gevolgen van de klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Kliffen en kalkrotsen brokkelen af en mensen die dicht bij de kust wonen, die zullen binnenkort waarschijnlijk moeten verhuizen. De kerk van Varengeville-sur-Mer werd eeuwen geleden gebouwd aan de Normandische kust op de top van de rotsen. Het gebouw stond oorspronkelijk op 400 meter van de kustlijn, maar omdat de kalkrotsen elk jaar meer afbrokkelen, nadert het zeewater nu tot op 80 meter van de kerk. On s'aperçoit qu'il va falloir s'adapter et s'adapter de plus en plus rapidement parce que le changement climatique va accélérer les choses. Il y avait une option de déplacer l'église sur rail. Après, est-ce que on doit laisser le site tel quel et glisser et partir ou sinon une reconstruction d'un nouvel édifice? In Quiberville-sur-Mer, ook in Normandië, wordt een nieuwe camping meer landinwaarts gebouwd. De burgemeester heeft hier het eerste kampeerterrein volledig afgesloten. Et ce camping étant en dessous du niveau de la mer, il y a déjà eu des inondations à 80 cm et jusqu'à 1,80 m d'eau dans l'espace qui se trouve derrière nous. Les caravanes flottaient, hein, c'était assez impressionnant. Op andere plaatsen langs de kust van Normandië, zoals in Tilleuil, breken de rotsen ook sneller af. Alle specialisten wijzen de klimaatopwarming aan als de hoofdoorzaak. Een oplossing om de erosie af te remmen is er voorlopig nog niet. Het Paaseiland in de Stille Oceaan is wereldberoemd dankzij kolossale beelden of moai. En nu is er nog zo één ontdekt. Het beeld kwam letterlijk boven water. Het werd gevonden op de bodem van een opgedroogd meer in de krater van een vulkaan. Applaus voor een nieuwe ontdekking, een moai-beeld van 1,60 meter groot. Onderzoekers hebben het toevallig gevonden in de uitgedroogde krater van een vulkaan. Honderden jaren lang lag het beeld daar verborgen onder het waterpeil van een meer. Es importante lo que se vio, lo que hoy vemos, porque también forma parte de lo que es la historia nuestra propia del pueblo Rapanui. De moai-beelden stellen menselijke figuren voor, uit vulkanisch gesteente gehouden, door de oorspronkelijke bewoners van het Paaseiland, wellicht vanaf de 11e eeuw. De beelden zijn dé toeristische trekpleister voor het eiland, maar hun geschiedenis blijft een mysterie.
Straks gaan we nog naar het hart van Ieper. Daar is een grafsteen uit de middeleeuwen voorzichtig weggehaald. Hij lag onder een plein dat heraangelegd wordt. En straks ontdekken we samen wat eronder zat. Zo straks, hè? Spannend. Ja. Maar eerst de sport. En er komt maar geen einde aan de discussie over de videoscheidsrechter in het voetbal. Nee, elke week is er wel een club die zich benadeeld voelt. Zo lijkt het wel. Afgelopen weekend was er bijvoorbeeld dat incident met Tejan Buchanan, speler van Club Brugge. En hij werd niet uitgesloten na een duidelijke elleboogstoot. Ook na de bekermatch tussen KV Mechelen en Zulte Waregem was de VAR weer het gespreksonderwerp. De Pro League, dat is de verzameling van profclubs in ons land, wil nu dat de werking van de VAR duidelijker wordt. Bijvoorbeeld door de communicatie tussen scheidsrechter en videoscheidsrechter openbaar te maken. Elleboog gekregen van Buchanan. Zulte Waregem moet met zijn tienen verder. Onder andere deze twee fases hebben de kritiek op de VAR doen toenemen en dus moet er iets veranderen, zegt Lorin Parijs, CEO van de Pro League. En dan vinden wij het wel belangrijk om te zeggen dat wij ervoor willen zorgen dat de clubs die vragen hebben, dat die op zijn minst worden beantwoord door de KBVB. En dat is ook een van de redenen waarom ik de voorbije dagen veel contact heb gehad met Peter Bosvaert, de CEO van de KBVB, om ervoor te zorgen dat die antwoorden ook zouden komen. Parijs wil ook dat het voor clubs en fans in de toekomst altijd duidelijk is waarom een VAR-check wordt aangevraagd. En hij heeft nog een voorstel. De communicatie tussen de scheidsrechter en de VAR, ja, dat daar ook meer inzage in wordt gegeven. Ik denk aan hockey, waar dat, die communicatie ook gewoon wordt meegegeven en deel is van het spel. We hebben een decision for you. This is a dangerous ball. Maar dat zal ook tot meer begrip leiden volgens ons voor de soms moeilijke beslissingen die scheidsrechters en mensen die de VAR bemannen moeten het nemen. Gisteren kwamen twee clubs nog met een fel statement. AA Gent en Zulte Waregem. Twee clubs die zich benadeeld voelen door de VAR. Ik begrijp uiteraard de emotie. Kijk, fouten maken is menselijk en dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Maar het minste dat je dan moet doen, is dat je daar een uitleg over moet geven over hoe zo'n fout is kunnen gebeuren en op welke manier dat er wordt getracht om zo'n fout in de toekomst te vermijden. Hopelijk is er vanavond geen discussie over de VAR in de match tussen Antwerp en Union. Zij spelen tegen elkaar in de terugmatch van de halve finales in de beker van België. Die match die begint om 9:15 op de Bosuil in Antwerpen. De spelers die zijn er zo net gearriveerd. Het stadion zal straks helemaal vol zitten, want alle tickets zijn verkocht. Union verdedigt een kleine voorsprong uit de heenmatch. 1-0 werd het toen. Ja, en voor ons al op de Bosuil Aster en Zeemani. Dag en Zeemana, sorry Aster. De eerste finalist die kennen we al, dat is KV Mechelen. Union die heeft in principe de beste papieren vanavond, maar makkelijk zal het niet zijn, dat mag ik zeggen. Nee, nou, op papier heeft misschien inderdaad Union de beste papieren. Maar er valt voor beide ploegen wel wat te zeggen. Want er is die recente vormdip uiteraard van Union. Die 1-9, die 8 tegen doelpunten. Het is een mini-dipje voor de duidelijkheid. Maar goed, dat pleit dan weer voor Antwerp. Dat zelf wel veel punten pakt de voorbije weken. Zoveel is zeker. Dat ook maar 2 keer heeft verloren sinds november. Het voetbal is niet altijd even goed. Maar die 2 verliespartijen die waren wel tegen Union. Zowel in de competitie als in de beker. Er is het voordeel voor Union in de beker, die 1-0 zegen, dat nemen ze mee natuurlijk. En ja, het is een tegenstander die Union wel ligt. Antwerp, dat is ook een zekerheid. Dus voilà, er valt voor beide ploegen wel wat te zeggen. Ik weet niet of ik meteen een erg duidelijk antwoord op jouw vraag heb gegeven. Wat wel een feit is, is dat... Ik ben even mijn draad kwijt, maar... Dat het belangrijk is voor beide ploegen. Antwerp wil graag een prijs pakken en de snelste weg naar een prijs is de beker voor Antwerp. En ook voor Union is het een belangrijke wedstrijd, want de afspraak met de geschiedenis, ja, die staat al bijna geschreven natuurlijk. 109 jaar geleden dat zij nog eens in de finale van de beker van België stonden. Dus voilà, zo liggen de kaarten, Tess. En mijn excuses. Geen probleem en dankjewel Aster en Zeema. Nou, zo moet ik het zeggen. Op de openingsdag van het EK Indoor Atletiek in Istanbul heeft Eliot Creston zich rechtstreeks geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. Creston in het wit versnelt bij het ingaan van de laatste ronde. Per reeks gaan de beste 2 door naar de halve finales en de Belgische kampioen die wint zijn reeks voor de Zweed Kramer.
Slechter nieuws kwam er dan weer van de snelste Europeaan van het seizoen. Dat is ook een Belg, Thibaut de Smet. Hij wordt pas derde in zijn reeks en is uitgeschakeld. Alle Belgische hoop nu dus op de schouders van Eliot Creston. Ja, ik ben content, vraiment, parce que c'était assez relevé, je trouve, contrairement à d'habitude où c'est 16 en demi-finale, ici c'est 12. Donc c'est pas facile, vraiment pas facile, donc très content. En op de 1500 meter moet Ismaël Debjani bij de eerste drie eindigen in zijn reeks van de 1500 meter. Hij is Belgisch recordhouder in openlucht en in zaal. En het lukt hem. Debjani gaat binnendoor en wordt tweede. Hij gaat dus rechtstreeks naar de finale. Wielerclub Wattage, dat is de naam van onze gloednieuwe wielerpodcast die gisteren voor het eerst werd opgenomen in De Hoorn in Leuven. Jan Baaklands, Dirk de Wolf en Tom Bonen defileren in de podcast Het Wielervoorjaar. Het topic in die eerste aflevering is het programma van Wout van Aert. Hij past voor de Strade Bianche van nu zaterdag en richt al zijn pijlen op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Jan Baaklands, Dirk de Wolf en Tom Bonen die pittig voor de dag komen over koers. Dat is de nieuwe podcast Wielerclub Wattage. Waarom moeten mensen luisteren en kijken? Omdat er drie mensen zijn met een mening die eruit springt. Zowel Jan, Dirk als Tom hebben dat in het verleden al meermaals bewezen. En ik denk dat dat in het huidige landschap van podcast, waarin heel veel stemmen aan bod komen, dat dat toch nog altijd een meerwaarde is als je drie stemmen hoort die toch nog net dat extraatje hebben ten opzichte van iemand anders. Ik denk dat het heel leuk gaat worden vooral. Een heel leuke en interessante podcast. Dus vandaag ook voor iedereen de eerste keer, dus ook voor mij. En, ja, een beetje een sprong in type. Hè. Het forfait van Wout van Aert voor de Strade Bianche is het eerste thema. Vooral ook omdat hij twee dagen later dan weer wel aan de start zal staan van Tirreno Adriatico. In een periode van een renner die gaat pieken, is twee dagen kan gigantisch zijn. Dus ik denk dat het ook een verschil is tussen Strade niet rijden of Tirreno niet rijden. En ik denk dat hem vooral ook uitkijkt naar competitie op de weg. Elke week tijdens het klassieke voorjaar is er een nieuwe wielerclub, Wattage. De podcast die vind je trouwens in de app van VRT Max. Ondertussen heeft het wielerpeloton zelf de verplaatsing van de Belgische kasseien naar de Italiaanse grindwegen gemaakt. Zaterdag wordt in Toscane de Strade Bianche gereden. De winnares bij de vrouwen van vorig jaar, dat was uiteraard Lotte Kopecky. En zij heeft vandaag al de finale verkend. Kopecky reed nog eens de laatste 60 kilometer richting aankomstplaats Siena. Haar ploegmaats die waren er al 10 kilometer vroeger aan begonnen. Zij werkte nog een lange gravelstrook meer af. Kopecky, die dit jaar al de omloop won, behoort ook dit jaar tot de topfavorieten om de Strade te winnen. En in die Strade Bianche, ja, die is ook in het vrouwenwielrennen uitgegroeid tot een belangrijke race. Ook al staat die nog maar sinds 2015 op de kalender. We zochten op en naast het parcours uit of de aandacht voor het vrouwenwielrennen in Italië, net als bij ons, gestegen is. En of de Italiaanse vrouwen nu ook sneller de weg naar de racefiets vinden. Het geluid van kasseien is ingeruild voor dat van gravel. Italië heeft er met de Strade sinds 2015 een topvrouwenwedstrijd bij. En ook het niveau van het Italiaanse vrouwenwielrennen is gestegen. È un livello molto buono. Direi che abbiamo avuto un cambio generazionale anche noi. Quando ho iniziato 10 anni fa c'erano alcune ragazze, Bronzini, Guderzo, che comunque ci hanno diciamo spianato la strada. E adesso ci sono molte giovani forti e promettenti. Italië heeft met de Giro en deze Strade Bianche nu twee belangrijke vrouwenwedstrijden. De aandacht voor het vrouwenwielrennen stijgt ook hier in Italië, maar die stijging is niet zo sterk als bij ons. Ma devo dire che anche in Italia pian piano si stanno facendo i passi nella direzione giusta. Secondo me in Belgio, in Olanda ci danno un po' di più attenzione rispetto a qua in Italia. Come sta evolvendo l'attenzione al ciclismo femminile qui in Italia? Secondo me, visti i risultati che stanno portando avanti le nostre ragazze, sta crescendo sempre di più. Per me, insomma, è di ispirazione, riesco a immedesimarmi con loro, quindi mi fa piacere. De Italiaanse vrouwen grijpen wel nog niet massaal naar de racefiets, zoals bij ons in België. È una questione di cultura, è una questione di cultura perché in Italia poi non lo so se negli altri paesi, però tendenzialmente le ragazze da piccole gli sport che prediligono sono
il pattinaggio, la palla a volo e tutto. Vrouwen op de fiets, maar ik ga de auto nemen naar huis om op tijd te zijn voor die bekermatch. 9:15 kan je kijken op Canvas naar Antwerpen tegen Union. Oké, okay. Staat genoteerd. Dankjewel, Tess. In Ieper werd de voorbije dagen flink gefantaseerd. Wie of wat ligt er onder de middeleeuwse grafsteen die onder het Sint Maartensplein tussen de Lakenhallen en de kathedraal gevonden is? Sommigen dachten zelfs aan een graf gevuld, een rijk graf van een ridder of een bisschop, terwijl anderen het al te grote enthousiasme wat temperden. Nu, vanmorgen is de steen weggehaald. Over deze grafsteen gaat het, gekapt in een trapeziumvorm in Doornikse kalksteen en daterend uit de 12e of 13e eeuw. Er staan ook letters op. De woorden Jehans en de Bru zijn nog leesbaar, maar om wie het gaat is niet duidelijk. Stenen als deze lagen meestal als deksel op een graftombe. Het is dan ook vreemd dat die hier gewoon in de grond zit. We denken dat die steen verhuisd is. We denken dat de steen eerst in de Sint Maartenskathedraal lag en dat die, wanneer, dat weten we niet precies, hier terechtgekomen is op het plein. Om de steen op te tillen is er een plaat onder geschoven. Een moeilijke klus, want de steen is bijzonder broos. Beetje zakken! Oh. De steen moet naar het erfgoeddepot van de stad om daar verder bestudeerd te worden, om hopelijk te vinden voor wie hij bedoeld was. Hij raakt al bij al redelijk intact uit de grond en eronder is voorlopig niets te zien, enkel aarde. Maar hier ligt bijna zeker geen ridder en ook geen bisschop. We zitten op het kerkhof. Hier liggen duizenden skeletten. En dat ene skelet die hier toevallig waarschijnlijk wel zal onderzitten, zal niks met die grafsteen te maken hebben. Dus men heeft om een of andere reden die steen daar gelegd, maar misschien was dat gewoon als een vorm van fundering, omdat de steen dermate beschadigd was dat men het niet meer nodig vond van die te bewaren. Maar ook dat zou misschien nooit opgelost worden. Het mysterie rond de steen blijft dus en het graven naar meer aanwijzingen gaat voort. Een dure kwestie ook, want het archeologisch onderzoek op de hele site zal de stad alleen al wellicht 1,5 miljoen euro kosten. Jammer voor de stadskas dat er onder de grafsteen geen schat verborgen lag. En dat er geen pot goud staat, ja, spijtig. We gaan toch nog wat dieper graven, je weet maar nooit, hè. Inderdaad, wie weet. Dan heb ik nog het weer voor u. We hebben weer een zonnige, droge en koude winterdag gekregen, maar dat blijft niet duren. Vannacht neemt de bewolking toe vanuit het noordoosten, minima dan van +2 tot -6, met kans op aanvriezende nevel en mist. Morgen na het ochtendgrijs komen er geleidelijk wat opklaringen, maxima rond 7 graden. En in heel Vlaanderen wordt morgen veel verkeershinder verwacht door een betoging van boeren tegen het stikstofbeleid. Op onze website of via de app van VRT Nieuws kan u zien waar en hoe groot de hinder in uw buurt zal zijn. Ook komt u morgen best niet met de auto naar Brussel. Daarmee zijn we klaar met dit journaal. Bedankt voor het kijken. En heel graag tot later. Heeft dat allemaal zin om elkaar zwart te maken? Nee, je moet samenwerken en moet er samen uit geraken. En dat willen wij graag hebben, dat de politiek er samen uit geraakt. Om 6:30 gaan wij hier in Roeselare. Voor dan om 7:00 op de ring van Roeselare, waar wij dan wachten totdat de collega's van Ieper en Popering afkomen. Het is eigenlijk heel eenvoudig. We raden aan om zeker niet met de wagen naar Brussel te komen. Want u weet het, u heeft het al gehoord, ze zullen met veel zijn. Dus dat zal toch de nodige verkeershinder veroorzaken.